Lag in admin, maar Gamesfru kwam net admin uitgelopen. Kan degene op de camera bevestigen volgens mij. Oké, wacht. We hebben weer een hater daadje. Welkom bij weer een nieuwe Among Us video. Ja, hoe kan het ook anders dat we beginnen als crewmate? Dat is eigenlijk altijd, hè. Altijd begin ik als crewmate. Dus dat is niks nieuws voor mij. We gaan hier beginnen met een taskje in O2, waar iemand volgens mij al gelijk staat. Dus, nou, dan denk ik gelijk dat hij wel solide is, weet je. Hij deed ook ongeveer wel realistische tijd over het blaadjes vegen. Dus of gelijk al een hele goede jobfake van Iwan, of het is gewoon een crewmate. Gaan we even onthouden. Iwan redelijk safe nu. Navigation. Daar hebben wij een taskje te doen. We hebben, zoals jullie kunnen zien, de task even wat verminderd. We hadden altijd best wel veel tasks. Waardoor het echt moeilijk was om als crewmate te winnen. Best wel makkelijker als imposter om te winnen. Zeker als je met 8 mensen bent, was het eigenlijk te makkelijk voor de imposters om te winnen. Omdat er gewoon te veel tasks zijn voor de crewmates. Dus ja, er staan deze komende afleveringen wat meer. Staat er wat meer druk op de imposters. Ik denk dat dat wel leuker is. Hey, Games for Real. Hallo. Wat staat u te doen hier? Waarschijnlijk gewoon taskjes. Ik ga naar de. Is hij nou. Oh nee, ik dacht even dat hij verdwenen was. De pauper. Ik dacht serieus dat hij gewoon gone was. En dan kon het natuurlijk niet anders als dat zo daadwerkelijk zo geweest zou zijn. Dan kan het niet anders dat hij gevent was. Maar goed, hij stond hier wel heel lang voor de download of upload, wat het ook is. Dus ik denk dat Games for Real, a.k.a. Dylan, en Iwan tot nu toe wel gewoon redelijk safe zijn. You never know, right? You never know. You never know. Dat heeft wel mogen blijken in Among Us, hoe vaak je er gewoon echt naast kan zitten. Dat je gewoon echt denkt van, nou, deze kan ik vertrouwen. En dan, nee hoor, kon je hem gewoon helemaal niet vertrouwen. Alright, dan deze met nummertjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie, oh wie? Dylan is sowieso safe. Die is nu met die buisjes bezig. Ik denk Iwan en Dylan safe. Nog steeds. Voor de rest weet ik het niet. Echt hier een lijkie. Cards are not alive. Hier is er nog iedereen. Oké, ja, ik moet mijn laatste task alweer doen in admin. Deur dichtgesmeten. Hallo. Hallo. Oeh, je kan een double kill plaatsvinden als ze allebei imposters zouden zijn. Maar dat zijn ze dus denk ik niet. Nou, trouwens, zou gewoon kunnen. Hey, en een bit dinges, ja. En body spaghetti. Ik vond hem in admin. Zo simpel kan het soms zijn. Gewoon ja. Tegen de admin map aan. Ik liep hier aan, Roy. En ik kan Roy kleren dat het geen self-report was in elk geval. Ja, ik was bij jullie, dus voor mij hetzelfde. Wie ik ook wel redelijk kan kleren. Ik wilde eigenlijk 2 mensen kleren, waarvan er 1 helaas is gesneuveld. Ik wilde Iwan en Games for Real kleren, a.k.a. Dylan. Want Iwan heb ik de hele tijd echt gewoon tas zien doen, maar niet meer relevant, want hij is dood. En Dylan heb ik ook gewoon echt de hele tijd tas zien doen. Ik heb niet het vermoeden gehad dat zij hebben gefaked. Noah heb ik het hele potje voor mijn gevoel niet gezien. Anko alleen op het laatst en Reno ook. Guard heb ik 1 keer gezien in Reactor. Dus dat is, voor mij is het nu even lastig van ja. Ja, wie is het nou? Ik heb Guard ook maar 1 keer gezien. En voor de rest heb ik iedereen af en toe gezien. Guard stond in security. Eigenlijk heb ik Dylan heel veel gezien. Zeg maar gewoon rond zien lopen. Ja, Dylan is safe, 100%. Ik heb Anko heb ik ook veel rond zien lopen. Ja. Ook veel tests zien doen. Voor de rest heb ik Roy en Reno allebei niet veel gezien. Alleen Guard dan op het voor ik mij. Ik was aan Reactor toen een upper engine, daar zat ik vast en toen teruggelopen naar security en toen was een report. Ja, ik zat ook vast in Medbay. Alles werd dichtgegooid daar. Ja. Nou, het vervelende is, we moeten iemand eruit stemmen, want een double kill is einde verhaal. Dan hebben we een paar theorieën waar we op terug kunnen vallen. Noah is altijd eeuwig crewmate, net zoals ik. Dus die is het waarschijnlijk nu ook weer niet. Dylan kan ik redelijk clearen, want die heb ik gewoon tussen de tas zien doen. En Reno leeft nog na de eerste ronde. Dus mijn stem gaat naar Reno. Dit is al stupid dat iedereen niet bij mij gaat. Maar, ja, dat is wel waar. Dat is wel een theorie, man. Het is wel de theorie, right? Ja. Jij bent wel sterk. Ja. Het is wel een theorie. Oké, let's go. You know. Ja, iemand moet eruit. Iemand moet vliegen. Ja, is goed. Sorry, Reno. Ik hou van je, dat weet je. Ik mag ook gewoon hopen dat je echt weer in posten was. Waarschijnlijk toch alweer, dus het zit wel goed, denk ik. Het zit wel snor. Oké, ga ik mijn laatste taskje doen? Dat is een admin, de swipe card, volgens mij. En dan ben ik helemaal clarito. Yoink en yoink. Denk ik dan. Nou, kan ik hier even de code invullen. Dat is 05975. Hop. En dan kunnen we wieberen. Oh, het zou trouwens wat zijn, als dit gewoon... Oh, deur werd net te...
Oh man, Noah! Let's go, Noah! Ah, goed gespeeld, Noah. Goed gespeeld. Ik vertrouwde die Noah ook zo erg, hè. Ik liep de hele tijd in. Ja. Ik was lekker tasks aan het doen. Ik deed lekker mee. Oh man. Ik dacht serieus, ik heb vertrouwen bij Edo halen. Ik deed de hele tijd tasks met hem. Ik kwam aankoden eraan en hij shankt hem zo neer. Ja. ik dacht, kut. Oké, nou, ik ben jou een sorry. I owe you a sorry. Zo. GG, Ango. Ja, dat is echt chill gespeeld. Lekker. Sorry, Reno. Je deed het goed. Dat is leuk. Ik ben gewoon imposter, joh. Het is niet te geloven. Het is gewoon echt niet te geloven. Maar het is toch echt zo. Goed, gaan we beginnen met de blaadjes. Kan ik even kijken of er iemand voorbij gaat lopen. Zo. Gefaked. Wat ik dan wel even kan doen is reactor saboteren. Yo, risky play van Roy. Dat moet je soms doen, hè. Buisjes even faken. Met B ben ik nu dus voor de duidelijkheid. Goed onthouden waar ik ben geweest. Met B. Om de buisjes te doen. Deze kant op. That was fast. Lag in admin. Maak games voor u. Kwam net admin uitgelopen. Kan degene op de camera bevestigen volgens mij? Oké, wacht. Hebben we weer een hater daadje? Was het in admin? Ja. Ik zweer het je, ik kwam legit net die kamer binnenlopen. Niet, ik ben er niet eens in geweest. Zeker wel. Nee, ik... Ik kan zeggen, de security camera kan letterlijk bevestigen dat je eruit kan lopen. Je liep daar naar achter mij aan de dat je eruit kan lopen. Ik was in storage, daaronderin heb je zo'n luik met die blaadjes die wegging. Daarvoor. Toen ging het hier daar. 100%. Ja, ik heb jou alleen op het begin gezien, Dylan, toen ik inderdaad de blaadjes aan het vegen was. Camera toe zich kan het bevestigen, weg ermee. Mag ik hier, man? Zo jij liep met mij admin in. Ja, maar jij kwam er daarvoor uit. Ja, en jij kwam daarvoor admin uitlopen. Oh, is goed. Nee, is goed. Ik rapporteer eenmaal heterdaad. Hij stemt ook echt op Iwan. Wacht voor je, dat kunt weer op. Dat is goed, jongens, jullie gaan zien. Bedankt voor deze meeting. Ik zie het u wel weer. Dag hoor. Lekker! Hoe lekker wil je het hebben, joh? Hij wordt gewoon beschuldigd voor de kill die ik heb gemaakt. Dat is mooi. Dat heb ik toch niet eerder zo overtuigend meegemaakt, zeg maar. In de zin van... Kijk, je maakt natuurlijk wel eens mee dat ik een kill maak dat iemand anders wordt beschuldigd. Maar zo soort van unaniem beschuldigd worden door twee verschillende mensen die echt unaniem zeggen... Ja, is het. Die allebei geen imposters zijn, vind ik mooi. Vind ik mooi. Is me nog niet eerder overkomen. Dus lachen. Dat is denk ik een goed killetje geweest. Ik saboteer O2 en dan hoop ik hier iemand op de wandelgangen even tegen te komen. Dat zou toch lekker zijn? Misschien hier gewoon het hoekie? Helaas niet. In electrical, perhaps, perhaps. Nee, ook niet. Oké, dan ga ik gewoon even hier staan. Dat doe ik gewoon zo. Er moet even iemand naar binnen komen gewoon. Kom maar. Come on. Oké, duurt te lang. Dus dan ga ik hier gewoon weer weg. Alright, ik heb nu Ipse vertrouwen, denk ik. Omdat ik precies op hetzelfde moment een zogenaamde task met hem deed. Oh, jammer. Ik hoopte echt dat hier iemand was. Dat zou zo lekker geweest zijn. Reactor. Is gefixt. Ken hem dan, Reno. Paupert. Huh? Oh, shit. Gaat hij me nu sowieso snitchen? Moet hij vanaf hier komen als hij me dat wil flikken? GG's! Eno, jij moest al geschrokken zijn, dat kan niet anders. Ja, ik was gewoon lekker die map aan bekijken. Oh. Toen dan weer allemaal accusations aankomen van ja, en Ido die is in admin blijven staan toen dat reactoralarm afging. Oh. Ik dacht, nou daar gaan we, maar... Zo, Reno, dan heb jij best wel flink het mes er doorheen gehaald deze ronde, of niet? Nee, maar één. Jij? Huh? Ja, we hebben natuurlijk een verkeerde eruit gestemd, maar... Ja. Dylan, ja. Wat zaten jullie te... Nee, maar jij kwam letterlijk admin uitgelopen. Ik had eerder zagen dat hij. Ik had echt een heerlijke kill in admin, jongen. Wat? Oh, ja, die was top. Is ja, goed, was jullie zien wel, jullie zien wel. Nou, jullie hebben wel gezien. Nou, GG.
ben je imposter, what the fuck? In één keer ben ik gewoon lekker vaak imposter. Lekker hoor. Het mag gewoon weer een keer baten. Ja, 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 ja. Alright. Gaan we hier even staan? Hier kan je geen deur dichtgooien. Nee, dat wist ik. Dat wist ik. Maar toch checkte ik het even. Ondanks dat ik het natuurlijk gewoon wist. Oké, Anko is daar natuurlijk, of is daar alleen. Alright. Ik denk dat ik eventjes een O2 sabotage ga doen. Moet hier dan even iemand te shanken. Oh, dat is zo jammer dat hij hier loopt. Across hier iemand, ja. Alright. Oké, mijn verhaal gaat zijn, voor als hij me daarop gaat proberen te pakken, Ivan, dat ik de scan aan het doen was in Mad Bay. Dat moet de story gewoon zijn. Hoeveel dead bodies hebben wij mee te maken? We hebben er te maken met 2. Donkerblauw. Oeh. Donkerblauw, jij liep weg bijna, toch? Ja, en toen zag ik een vent poppen daar letterlijk. Links onder in mijn scherm. Daar lig ik in de nefgang naar Shield. En nu is er eentje dood, waar ligt die? Deze ligt in de gang tussen Lower Engine en Electrical. Tussen Lower Engine en Electrical. Ben ik niet geweest. Wilde pot niet. Nee, ik ook niet. Security, Mad Bay, Upper Engine, Kef en Navigation. Op het einde was ik Navigation met Guard. Ik ben geëindigd in Storage. Maar zo, wat heeft dat met mij te maken dan, Max? Just wondering. Nou ja, jij liep weg van Nav en ik zie daar een vent poppen. Ja, maar ik loop daar letterlijk weg. Ja, weg bij Nav. Alleen al aan de manier van praten vind ik Edo echt extreem. Ja. Dan leg ik je precies uit welke taken ik heb gedaan. Ik heb eerst een... Nou, maar daar waren we niet zo uit. Ben je naar beneden gaan boven? Ja, ik ben naar beneden gelopen. Toen ben ik in storage, heb ik nog de kabeltjes gevonden. En nu was ik bezig met kabels binnen in Appie. En toen ging het alarm. Er staat alleen volgens mij niemand op de camera. Nou, Ippie. Dat is wel allemaal heel snel. Als ik je moet me er echt niet uit... Nee. Je hebt die piratenpet op je kop en je bent in één keer verdacht. Wat is dit nou? Maas. Nee, maar ik ja. Wil precies uitleggen welke taken ik allemaal heb gedaan, hoor. Graag. Ja, maar als jij er nou wordt van verdacht dat je gevent hebt en je hebt er geen duidelijk maar verweer op... Maar dat heb ik niet. Ik ben gewoon netterlijk helemaal er langs gelopen, dus dan is iemand achter mij geweest die is gewend. Maar ik heb niemand gezien in admin of daar weg zien lopen, dus ik zou het niet weten. Hmm. Ah joh, Edo, wees een vent en geef toe. Oh ja, ik ben een vent en ik zeg eerlijk wat ik heb gedaan. Ik heb niet gevent. Oprecht niet. Waar ben je geëindigd, Edo? Dit potje? Dat zeg ik net, bij de kabels in admin en toen ging het alarm af. Ik had net de eerste verbonden en toen was het van tun tun tun. Maar Anko liep ook naar admin volgens mij. Van waar? Gewoon in die gang. Ik liep vanuit... Ik ging admin ging weg. Anko is dood. Anko daar naar binnen gaan, maar die is nu dood. Maar ik weet niet meer met wie die was. En jij zegt nu dat je daar was als laatst. Ja, maar waarschijnlijk die gast die vent daar is ingejumpt, die heeft diegene... Ja, dat kan ook. Maar oprecht, als jij mij bij de vent bij Navigation hebt gezien... Want dat zeg je nu toch? Nee. Welke die, vent, zeg maar, jij, of vent, welke vent zeg maar, heb jij zien openpoppen? De vent, zeg maar, van de gang tussen Shields en die vent. Ja, maar ik heb letterlijk daaruit gelopen naar beneden. Dus hoe zou ik daar gevent hebben dan? Ja, als ik jou letterlijk, denk ik, binnen 20 seconden nog daar heb gezien... en jij hebt, weet ik veel, iets in storage gedaan... en je bent alweer bij admin, dan ben je wel heel snel. Ja, jongens, om even onder het mom van... of in de mom van dat de tijd bijna op is. Ik denk, gezien het feit dat de imposters nu een dubbelkill kunnen maken... en het dan allemaal voorbij is... dat er sowieso iemand moet vliegen. En voor mij is Ido het meest verdacht. Dus mijn keus gaat uit voor nu naar Ido. Sorry Ido, het komt door je piratenpet. Ik gok Noah en Roy, maar ik durf het gewoon op te zeggen. Stem me er echt niet uit, ik ben het echt niet. Ik kan geen pleidooi geven op precies waarom wel of niet. Want ik heb geen motivatie of geen argument, maar... Nee, wie heeft er op mij gestemd? Welke rat? Hou is. Ja, ik zou het niet weten, maar oprecht. Was dat Ivan? Nee, ik was het niet. Ik had op... Ivan heeft op mij gestemd. Hmm. Ik heb letterlijk niks gedaan. Even de lichten een keer saboteren. Die saboteer ik echt nooit. Dus dat vind ik wel lachen. Gaan we even naartoe, naar Tulk. Nou, lekker. Er is een innocent man uitgestemd. Dat is altijd goed natuurlijk als je imposter bent. Dat is wat je wil. Goeie oeien! Ik zei het ook. Goeie oeien, Noah. Je randdebieler dat je oh my days. Hij zei het. Ja. Mooi. Eindelijk een keer mijn imposteravond. Een back-to-back met de imposter. Ja. Oh, lekker. Ik ben al 3 keer imposter. Wat is er met jou aan de hand, gast? Het is de pauper.
Mogen een nootje. Je never crewmate. Je heet ook gewoon... Je heet ook gewoon nootje. Wat ga je? Idiot. Het is de naam. Het is de naam gewoon. Roy, had jij die persoon in Lower Engine daar gekild? Jazeker. Ja, dat was Reno. Ik wel van aflopen. Ik had Reno een instant shank gegeven. Voor nu zit de video erop, maar hier alvast een kleine preview van de volgende video. Ik kan nooit zo snel die task gedaan hebben, dit zinken. Kan niet. Gefaked. Geloof ik niet. Nee, kan niet. Kan je nooit zo snel gedaan hebben. Zijn jullie ready voor deze call? Het zijn Dylan en Ippie. En Ido gaat als eerste vliegen voor mij. Oh, wat zijn jullie erg. Dit is echt gewoon iemands woord tegen Ido's woord. Wat zijn jullie ziek als jullie in de clash zitten, jongen. Holy shit. Ik vind het gewoon intelligent hoe de imposter heeft gekild. Want als Ido was gekild of als iemand was gekild, had ik eruit gekomen.